Helemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Ik hoop dat je tot nu toe al een leuk weekend gehad hebt. En ik wil mij als eerste eventjes verontschuldigen voordat er vorige woensdag geen video online is gekomen. Ik heb de afgelopen 2 weken echt enorm veel problemen gehad met mijn MacBook. De grafische kaart is daarvan helemaal gecrashed, waardoor dat ik eigenlijk eerst naar Apple ben gegaan of eerst thuis een beetje heb zitten zoeken of ik het niet kan oplossen. Ik dacht eerst van ja, misschien ligt dat wel aan een aantal programma's dat ik erop op staan. Maar dat bleek dan niet het geval. Ik ben dan naar Apple geweest en dan ben ik mijn laptop toch een 4 dagen kwijt geweest. Dus vandaar dat er geen video online stond, omdat ik gewoon niks had om hem te bewerken, zeg maar. Dus, maar hij is weer terug. Ze hebben hem helemaal gratis gemaakt, wat echt fantastisch is. Hij zat in een of ander repair program, omdat er in die tijd dat ik hem gekocht heb kennelijk veel problemen waren met de grafische kaart. Dus dat is helemaal toppie. Ik heb hem weer terug en hier ben ik dan ook weer. Vandaag ga ik jullie laten zien wat ik de afgelopen tijd heb opgemaakt. Goed, laat ik beginnen bij iets dat er altijd meestal wel in zit. Namelijk ontsminkingsdoekjes. Ook weer gewoon van de Primark. 1,50 euro voor een pakje. Zoals altijd, kei fijn. Vervolgens zitten er ook 2 tandpasta's in die je samen moet gebruiken voor wittere tanden. Ik heb best al wel veel producten gebruikt voor wittere tanden die je thuis kan gebruiken. En zo ook veel tandpasta's en ook van die verzorgingsdingen en zo. Maar ik moet zeggen, deze waren heel fijn qua verzorging en qua gevoeligheid en zo. Je tanden worden er absoluut niet gevoelig van. En ook qua witheid. Heel mooi onderhouden, maar ik vond het gewoon een lastig systeem dat je 2 tandpasta's moet gebruiken. Het is dus de bedoeling dat je eerst je tanden poetst met de tandpasta en dan met de Whitening Accelerator. Maar qua gebruik echt wel heel fijn. Doet ook echt gewoon wat het moet doen. Maar gewoon een beetje onhandig dat je 2 tubes moet gebruiken en dat je eigenlijk zeg maar 2 keer je tanden moet poetsen. Vervolgens ook een Ultra Doe douche zeep. Echt zalig deze lijn. Ik weet niet of ik deze al voorbij heb laten komen. Maar Ultra Doe begon eigenlijk met haarverzorging. Dus shampoo en conditioner. En daar kende ik ze al echt wel heel goed van. Ik heb die heel lang gebruikt. Die met kokosnoot, denk ik. Of met honing. Honing en amandel, denk ik dat het was. Die dat ik altijd gebruikte was een gele fles. En dan gebruikte ik heel lang de conditioner en shampoo van. Die heb ik leren kennen op vakantie in Frankrijk. Omdat ik daar iets nieuw wilde proberen. Super toevallig. En dan thuis gewoon verder blijven gebruiken. Maar ze hebben sinds vorige zomer ook een douchegel lijn. Echt heel fijn. Ook weer echt gewoon heel herkenbare geuren uit de shampoo collectie. Vervolgens 2 producten die jullie al zeker en vast veel hebben zien terugkomen in mijn video's. Namelijk de Hydra Bomb productjes van Garnier Dag en Nachtcrème. Heel fijne producten, heb ik met heel veel plezier gebruikt. Die doet er ook best lang mee. De nachtcrème was bij mij een stuk eerder op als de dagcrème. Dat kan soms, dat is zoals bij conditioner en shampoos, bij mij ook altijd verschillende tijden op. Ik vond de dagcrème echt zalig als basis voor make-up. En de nachtcrème, ja, echt trok super goed in. Je kan zien, ik heb ook echt elke druppel gebruikt. Dus zeker een aanrader als je op zoek bent naar budgetgezichtsverzorging. Echt, productjes van Garnier zijn heel fijn. Hoewel je het niet zou zeggen, zitten we wel nog altijd midden in de zomer hier in België en Nederland en Europa en de meeste plekken van de wereld. Eind juni ben ik dan ook op vakantie geweest naar Frankrijk en daar was het echt gewoon bakken. Ik heb daar vlogs gemaakt, ik zal die linken hieronder. Maar dat betekent dus ook dat ik best wel wat producten van zonneverzorging heb opgemaakt, hoewel dat ik er hier nu niet veel zie liggen, enkel deze 2. Ik heb als eerste deze tube van Vichy opgemaakt. Heel fijne zonnecrème. Ik haat zonnecrème. Ik ga dat gewoon eerlijk toegeven. Ik gebruik het altijd wel, maar die geur en die plakkerigheid en blh. Maar ik heb dit jaar een iets luxere zonnecrème gebruikt. Ik moet eerlijk toegeven dat dat iets luxer is. Vichy is een apothekersmerk. SPF 30 trekt super snel in en heeft echt zo de typische Vichy geur, vind ik. Ik vind het echt een heerlijk product. En ik ga heel eerlijk zijn, ik ga deze opnieuw kopen volgend jaar. Of bij elke vakantie dan ook. Ik vind dit een heerlijk product. Ik heb, voordat de zomerperiode begon, heb ik van een heleboel merken zonneproducten toegestuurd gekregen. Ik kan die helaas niet allemaal testen. Ik heb maar 1 lijf. En uiteindelijk maar 1 vakantie. Want hier is het nu niet echt weer om dit te testen. Maar ik heb dan geprobeerd om een gezichtscrème van een ander merk te kiezen. Bodycrème van een ander merk en ook een aftersun. De gezichtscrème heb ik van La Roche-Posay gebruikt. Die zit hier nu niet bij in. Die is nog niet opgemaakt. Die zit vast in mijn handtas. Maar ik kan alvast al zeggen dat dat echt een heel fijn product is. Ik denk zelfs dat die ook in mijn
Waar is die ergens langsgekomen? Ik denk dat die in mijn favorieten is langsgekomen. Van afgelopen maand zelfs, denk ik. Ja. En als aftersun heb ik van Yves Rocher eentje gebruikt. Trekt heel snel in. Dat is iets wat ik echt gewoon wil van aftersun. Dat het heel snel intrekt, aangezien dat ik de gewoonte heb van met douchen voor het slapen gaan, me in te smeren en dan in bed te gaan liggen. Dus ik wil dan dat die crème gewoon helemaal snel intrekt. En dat was bij deze echt wel het geval. Ook gewoon echt, je kan ook elke druppel, dat kan je trouwens goed zien aan deze verpakking, je kan elke druppel uit die verpakking halen. En dat vind ik echt fantastisch. Dus zeker waar voor je geld, want je kan gewoon alles. Ik kan gewoon alles eruit halen. Vervolgens ook een paar make-upjes opgemaakt. Dan ga ik even snel doorgaan. Als eerste twee mascara's. Eentje van Maybelline. De Colossal Mascara Express. Ja, eigenlijk niet mijn favoriete borsteltje om te gebruiken. Moet ik eerlijk zeggen. Ik vind die kromming in die borsteltjes wel heel fijn. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien zo. Ik vind die kromming in die borsteltjes wel heel fijn. En het product is ook heel fijn. Maar die haren, dat die zo ver uit elkaar. Dat die zo... Ik heb liever een heel dik borsteltje, zeg maar. Dus dat is gewoon voorkeur. Dat is gewoon ieder zijn eigen ding. Als tweede heb ik er eentje van Catrice opgemaakt. Dit is de Glam & Doll False Lashes Mascara. Heel fijne mascara. Dit borsteltje vond ik dan weer wel heel fijn. Heeft ook een beetje een kromming, maar je ziet dat die haartjes of de stukjes plastic veel korter zijn en veel compacter op elkaar staan. Veel dikker zijn. En ik merk dat dat bij mijn wimpers een veel dikker en fijner effect geeft. Maar dat is echt gewoon puur persoonlijk, denk ik, aan de hand van wat voor wimpers dat je hebt en zo, dat je eventjes moet kijken. Maar ik vond allebei de formules wel heel fijn. Alleen dit borsteltje is minder mijn ding als deze. En dan is mijn allerliefste NYX eyeliner nu toch wel echt op. Ik merk gewoon dat hij echt gewoon aan het uitdrogen is. Ik kan hem niet meer gebruiken voor één volledige volle lijn te trekken. Dit doet echt pijn in mijn hart. Ik heb deze zoveel jaar. Ik heb hem echt gewoon veel te lang gebruikt. Maar ik wil er gewoon geen afstand van doen. Ik heb hem denk ik 2 jaar geleden in Hawaii gekocht. Dus het is voor mij ook nog wel zo'n vakantie dingetje. Dit is de NYX Collection Noir Liquid Black Liner. En waarom ik eigenlijk deze gekozen heb, is vanwege het mega dunne penseeltje. Dat is eigenlijk de soort eyeliner waar ik het fijnste mee kan werken, zeg maar. Je ziet het nu ook aan mijn ogen. Ik heb nu zo'n stiftje gebruikt. En ik merk altijd dat er zo een veel dikker effect mee komt. Is ook leuk, maar ik vind dat dit voor dagelijks een leuker effect geeft bij mijn dagelijkse make-up, zeg maar. Dus vind ik heel jammer, maar ik ga die sowieso opnieuw kopen. Dit zijn ook echt geen dure producten voor de kwaliteit die je terugkrijgt. En het laatste beauty item dat ik heb opgemaakt is de L'Oréal Nude Magique Cushion. Ik heb hier al een review over geschreven. Ik heb hem voorbij laten komen in een favoriete filmpje. En ik vind het echt gewoon zo'n fijn ding. Die ga ik ook gewoon gelijk weer opnieuw kopen. Ik heb wel gevonden dat je, als je hem langer wilt gebruiken, want ik kreeg bij de comments wel vaak de reactie van bij mij droogt hij wel snel uit, dat je het kussentje er eens moet uithalen en omdraaien. En je gaat merken dat er echt nog wel veel product in zit. Dus dat heb ik een aantal keer gedaan, omdat ik het gevoel heb dat het product vaak in het kussen naar beneden zakt. Het kussentje naar beneden zakt. Geeft echt een heel fijne lichte coverage. En ik vind het eerlijk gezegd fijner werken als een BB cream. Maar voor mij met een beauty blender gaat dat ongeveer wel dezelfde look, zeg maar. Een heel mooie coverage, maar niet van wow, zij heeft een kilo make-up op. En als volgende misschien wel een beauty product. Kan dit tot een beauty behoren of meer lichaamsverzorging? Ik heb eindelijk het mesje van mijn flexibal, van mijn Venus flexibal, weggedaan. Ik scheer hier regelmatig mijn benen mee. Dat is eigenlijk het enige wat ik mij nog scheer. Mijn, zeg maar, hoeha, dat laat ik altijd Brazilian waxen. En ik besefte me net, daarnet voor ik deze video ging opnemen, dat ik dat deze zomer al 4 jaar laat doen. Dus als je daar misschien eens een aparte video over willen zien, laat het dan zeker weten. Brazilian waxing is eigenlijk gewoon al het haar in je intieme zone laten wegwaxen, zeg maar. Laten uittrekken. Dus ja, als jullie daar vragen rond hebben of als jullie daar een hele video over willen zien, omdat jullie daar benieuwd naar zijn, ik kan me wel voorstellen dat daar nieuwsgieriger naar zijn, laat dan zeker achter bij de comments. En dan kan ik misschien eens wat vragen beantwoorden. Of eens mijn ervaringen daarmee delen. Hoe ik erover denk. En is het nu verbeterd sinds 4 jaar of zo? Misschien is dat nog wel leuk voor een video. Laat het me zeker weten. Maar goed, ik heb hier dus echt wel vrij lang mee gedaan. Ik heb hem wel altijd uit de douche gehaald. Omdat ik merkte dat die kussentjes die daarop zitten een beetje sticky werden. Dus ik heb hem altijd netjes eruit gehaald, afgedroogd en op een droge plek bewaard. En daaraan merkte ik echt dat je dat ding echt gewoon heel lang kan bewaren. Je kan ook gewoon dit goed bewaren. Dat zou ik zeker doen. En dan kan je gewoon een mesje apart kopen. Want die klikken er gewoon af.
Dus die is eigenlijk technisch gezien ook opgemaakt, hoewel dat dit ding terug de kast in gaat. En dat was alles weer wat ik de afgelopen tijd heb opgemaakt. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Maak er nog een fijn weekend van en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye!